Als je als zelfstandig ondernemer een voorsprong wil nemen op de concurrenten, moet je videomarketing toepassen. In deze videoreeks geef ik jou 9 tips om een goed YouTube filmpje te maken. Tip 9. Zoom niet te veel in. Als je veel inzoomt, gaat dat ten koste van de kwaliteit van je video. Je kunt dan beter korter bij de camera gaan staan dan dat je veel inzoomt. Alle tips hoe jij als zelfstandig ondernemer een goed YouTube filmpje maakt, lees je in mijn blogartikel. Het blogartikel kun je heel makkelijk vinden door te klikken op de link die hier in beeld verschijnt. Veel plezier! Proost! Ja. Het blogartikel kun je vinden door in deze heel veel dus. Om een goed. Ja, zo, daar zijn we weer. Even luisteren. Ja.